persoonlijk was ik van in het begin gegaan voor een daling van de registratierechten. Ja. Daarom ook de shift die we nu maken. Dat is iets wat men onmiddellijk voelt. Dat is opnieuw lost het probleem op van het feit dat je voor de registratierechten geen lening kan krijgen. En de woonbonus is dus een voordeel dat je geniet over een termijn van 20 jaar. Dat is minder belangrijk dan een voordeel dat je nu onmiddellijk kan genieten. Dus de woonbonus is afgeschaft en we gaan hem niet terug invoeren, zelfs als de rente terug zou stijgen. Maar het ziet er wel niet naar uit dat de rente snel terug zal stijgen. Ja.